Ja, hoe zoek ik zelf informatie? Dat is een leuke vraag. Ik heb natuurlijk veel onderzoek gedaan, dus ik weet wat voor een proces je eigenlijk doorloopt en ook waar de knelpunten in de angels zitten. En ik probeer zelf eigenlijk altijd wel goede zoekvragen te formuleren, de goede trefwoorden en ook de informatie te beoordelen. Maar goed, niets menselijks vreemd, dus ik ben af en toe misschien ook wel shabby in mijn proces en omdat ik snel dingen wil zoeken. Maar ik moet zeggen, als ik voor het werk dingen zoek bijvoorbeeld, omdat ik met een artikel aan het schrijven ben, dan ben ik toch echt wel systematisch bezig en zorg ik wel dat ik de stappen goed doorloop. En ben ik denk ik best wel reflectief in de zin om te kijken, heb ik nu alle informatie? Dus zo probeer ik wel dat proces goed te doorlopen, laat maar zeggen. Dat ik wel het gevoel heb van dit is efficiënt wat ik aan het doen ben en effectief.